Nergens anders in de Wolden dan hier op de Brink in Ruinen is zo goed zichtbaar wat er de laatste 4 jaar is gerealiseerd. Het centrumplan Ruinen is afgerond. En onder andere door de stimuleringsregeling voor winkelgebieden heeft het centrum een flinke impuls gekregen. Ook de terrassenregeling die is uitgebreid doordat we ondernemers meer ruimte wilden geven tijdens de coronapandemie, heeft een duit in het zakje gedaan. En als kers op de taart de wintersfeerverlichting van de ondernemersvereniging. Deels bekostigd met initiatiefrijk. En dit alles is natuurlijk alleen mogelijk gemaakt doordat ondernemers uit Ruinen zelf het stokje hebben opgepakt. En samen met hen hebben we een prachtig plaatje van gemaakt van het centrum van Ruinen. Maar in heel de Wolden is veel gerealiseerd, want ook het centrumplan in de wijk is afgerond. De uitbreiding van bedrijventerrein Hoge Akker staat in de stijgers en ook de uitbreiding van het bedrijventerrein in Ruinen staat gepland. En door corona zijn we meer gaan wandelen. Als eerste gemeente in Drenthe is het wandelknooppuntennetwerk in de Wolden afgerond. En ook hier geldt, dit was alleen mogelijk door al die vrijwilligers die hieraan mee hebben gewerkt. En nog steeds hieraan werken om ervoor te zorgen dat het ook goed onderhouden blijft. Heel iets anders is dat we de afgelopen jaren 330 huizen hebben gebouwd. Dit was ook de ambitie, maar het blijkt niet voldoende. Achter de schermen is echter wel druk gewerkt om te kijken op welke manier we hier toch een versnelling woningbouw op gang kunnen brengen. Het strategisch woningbouwplan dat is opgesteld geeft aan waar we in elk geval de komende jaren in de grote kernen gaan bouwen. En dan hebben we nog een groot thema, duurzaamheid. Er is hard gewerkt aan onze groengasambitie. 100% groengas in 2030. Wat inhoudt dat er ook flink bespaard moet worden op ons gasverbruik. En we hebben al een flinke besparing tot stand gebracht door het gemeentehuis van het gas af te halen. Dat hebben we wel op een logisch moment gedaan, want we moesten de installatie toch al vervangen. En naast een besparing geven we hiermee ook meteen het goede voorbeeld als gemeente door warmtepompen en extra zonnepanelen te plaatsen. Ansen gaat van het aardgas af. Maar niet van het gas, want de proeftuin, waar we 2,4 miljoen voor hebben ontvangen, is gebaseerd op groen gas. En ik mag er als wethouder mee pronken, maar de grootste rol ligt natuurlijk bij energiekansen. Alleen door het samen te doen, kan dit gerealiseerd worden. Een prachtig initiatief, ontstaan vanuit het dorp zelf en dat we als gemeente natuurlijk graag blijven ondersteunen. En dan hebben we ook nog groengasinitiatieven bij agrariërs uit Koekangen, Echten en Veningen. En het verwaarden van groene reststromen. En dit soort initiatieven ondersteunen we graag. Want alleen samen kunnen we onze groengasambitie realiseren. Dit alles was een greep uit wat we de afgelopen jaren gezamenlijk hebben gerealiseerd. En dit kon alleen tot stand komen door enthousiaste inwoners en ondernemers. En door een samenwerkende raad en college. Dank jullie wel allemaal.